vandaag bij elkaar om stil te staan bij het herdenken van de bevrijding nu 74 jaar geleden. Bevrijding vieren is ook een moment van bezinning rond vrijheid en de betekenis van vrede en vrijheid in de wereld van vandaag. Jaarlijks wordt een accent gelegd rond vrijheid met als centraal gegeven vrijheid geef je door. De oorlog, Tweede Wereldoorlog, is al heel lang geleden. Vindt u het zinvol om dat te blijven herdenken? Dat vind ik heel zinvol. Wij hebben heel veel te danken aan de vorige generatie. Zoals wij er nu voor staan, hebben we mede te danken aan ons, aan mijn vader, die op 18-jarige leeftijd ook op de Grebbenberg gevochten heeft. Moeten wij je eens voorstellen, als jongen van 18 jaar, dat je daar op leven en dood hebt moeten vechten voor de vrijheid. En dan vind ik het heel goed dat we daar nog eens aan denken. Het is altijd goed om de kinderen van nu en in de toekomst, dat ze weten wat er gebeurd is. Sowieso om te voorkomen dat er zoiets weer gebeurt, want dat willen we natuurlijk niet. De nieuwe voorzitter van de Stichting Herdenking Oorlog Bevrijding Moergestel, majoor Gert van Elderen, ging verder in op het thema van deze viering. Verzet, wat zou jij doen? De angst voor de gevolgen die de bezetter daadwerkelijk uitvoert, weerhoudt je van verzet. De angst voor bestraffing, marteling en de dood worden overwonnen door motieven. Een klein incident op straat, op werk, een aanschouwing van onrecht en soms de laatste daad om een familie of kameraden te helpen. Het thema van deze viering is verzet. Wat zou jij doen? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk, want wij zitten lekker hier in de Bogaard, hoog, droog en warm. Maar in oorlogssituatie, wat zou jij doen? Je riskeert nogal wat, hè? Ja, dat vind ik heel moeilijk, maar ik denk dat ik mijn eigen gedijs zou houden. Ook met oog op kinderen en zo die je hebt en kleinkinderen. Ik denk niet dat ik in actief verzet zou gaan. Dat lijkt me heel moeilijk. Dat is een eerlijk antwoord. In een samenleving waar men ophoudt verantwoordelijkheid te nemen voor een ander, is een menselijke waardigheid gedoemd verloren te gaan. Is ieder mens overleefd aan zichzelf. Te midden van willekeur en rechteloosheid. Dit geldt voor oorlogsgebieden en daar waar vreedzaam wat samenwerkt. Verantwoordelijkheid nemen voor een ander. Dat is wat verzetstrijders doen. Het besluit nemen en de angst overwinnen om in actie te komen. Met onzekerheid over afloop en daar is moed voor nodig. De Tweede Wereldoorlog is al heel lang geleden. Vindt u het zinvol om nog steeds te blijven herdenken? Ik vind het zeer zinvol. Ik ben er echt voorstander van, want het mag nooit vergeten worden, zoiets wat we meegemaakt hebben. Dat moet blijven. Ja. Steeds gaat het meer van oorlog herdenken naar vrede en vrijheid in de belangstelling zetten. Bent u het daarmee eens? Ja, het mag vrede en vrijheid hoort er echt bij. Ik vind het een heel goed punt dat het zo uitgebreid is. Ja. Komt u elk jaar naar deze herdenking? Ja. Als we in de gelegenheid zijn, wel altijd, ja. Verzet is niet alleen van het verleden. Verzet is van het heden. Ook nu nemen sommige mensen de verantwoordelijkheid voor een ander. Deze mensen besluiten om te dienen. Verzet geven in een ander land met gevaren tot aan de dood. Ook zij verdienen waardigheid om erkend te worden. Zodat zij niet hoeven te verschuilen, maar openlijk kunnen uitspreken en we leren van hun verhaal. Vervolgens wordt de foto van het beeld van generaal Barber, symbool voor de adoptie van het beeld, en dit jaar verzorgd door de scouting, overgedragen aan de leerlingen van basisschool De Vonder. Tot slot zongen Carla en Nelke het lied Nearer My God to Thee, begeleid door het saxofoonkwartet Four for Sexes. De Clan Lemon Pie Band uit Waalwijk begeleidde het gezelschap van den Bogaard naar het bevrijdingsbeeld van generaal Barber.
Wat we wel eens vergeten eigenlijk, is het is oorlog en bevrijding. Dat is soms heel triest, maar het is ook bevrijding. Dus een bevrijding is ook een positief punt. En wij staan hier op de plek, waar 25 oktober 1944 de bevrijding van Moergestel begon. De burgemeester werd gevraagd zijn gedachten te laten gaan over oorlog, verzet en vrede. Hij begon zijn toespraak met het uitleggen waarom hij een zestal kinderen had meegebracht. Die zitten hier vooraan op de eerste rij. En ik zei natuurlijk, als ik iets moet vertellen over wat het is om burgemeester te zijn, dan kom maar gewoon mee. Dus dan weet u allemaal dat we hier op zondagochtend goed bezig zijn. En dat we dat allemaal doen in de gedachte van die grote generaal die hier staat. Zoals de Schotse klanken van die kant over de Reuzel, als het ware, komen, zo kwamen hier de Schotten. En deze, ik zeg hem even, deze generaal-majoor, die had de leiding en die heeft toen Moergestel bevrijd. En als het nodig is, dat hebben we net gehoord, dan komen we met elkaar in verzet, omdat gerechtigheid van groot belang is in een samenleving die best wel een beetje gevaarlijk is. Een wereld die een beetje gevaarlijk is op dit moment, als je hoort wat er allemaal speelt. Dus laten we elkaar vasthouden en optreden waar nodig is. Mag ik aan de burgemeester en het college vragen om namens de gemeenschap een krans op deze 74ste, het gedenkdag van de bevrijding, te plaatsen aan de voet van het monument. Mag ik de Royal British Legion vragen hun krans te leggen bij het monument van generaal Barber, namens diegenen die voor onze vrijheid gestreden hebben. Mag ik dan verzoeken de krans te leggen door de vertegenwoordiging van de Normandy Veterans Association. Leggen we nu bloemen namens de veteranen, oud-strijders, oud-Indiëgangers en dwangarbeiders. Mag ik vragen om namens het verzet, thema van dit jaar, bloemen te leggen. Bloemen die nu worden gelegd is namens de Stichting Oorlog en Bevrijding Moergestel. Lui van Petje Af, weekendschool, leggen hun bloemen. Leerlingen van basisschool De Vonder en van Scouting Sint-Jan, die een bijdrage hebben geleverd aan deze herdenking, leggen namens de jongeren van ons dorp bloemen, opdat we niet vergeten. Alle kinderen en volwassenen die een persoonlijk eerbetoon willen brengen, vraag ik naar voren te komen. Nu klinkt de laatste post, speelt de Jasper van der Aa.